Welkom hier in de winkel van Wim van den Broek in Bokkel. De meeste van u kijken ondertussen allemaal al digitale tv via de coaxkabel. Want we hebben even een stapje gemaakt naar interactieve tv. Maar via de coaxkabel kijken heel veel mensen op dit moment al digitale tv. We hebben een nieuwe provider gekregen, Kanaal Digitaal. Die gaat het pakket in Bokkel overnemen. En Kanaal Digitaal komt nu met een IP-ontvanger. Klein kastje. Met wat extra mogelijkheden die we tot nu toe eigenlijk nog niet konden met de huidige ontvangers. De situatie op dit moment is zo dat we allemaal nog via de kabel kunnen kijken via DVB-C of met een platte tv met een ingebouwde ontvanger. En daar komt dus nu een nieuw product bij, IPTV. En in deze film gaan we uitleggen hoe dat het kastje wordt aangesloten en wat de mogelijkheden zijn van deze ontvanger. Het modem. Met zijn vier aansluitingen voor internet en voor IPTV. Alle vier de aansluitingen zijn vanaf nu gelijk. Dat betekent dat de kabel naar IPTV in één van de vier poorten gestoken mag worden om een aansluiting te genereren. Dat is eigenlijk makkelijk. Dit is de UTP-kabel, die wordt in het modem gestopt. En van daaruit gaan we naar de plaats waar de televisie staat en waar de ontvanger komt te staan. De IP-ontvanger. En de belangrijkste kant is de achterkant, want daar zitten alle aansluitingen op die we zo meteen moeten gaan gebruiken. Beginnen met aan de rechterkant de voeding. Daar gaat straks de spanning naartoe om het apparaat aan de gang te krijgen. Gevolgd door een USB-aansluiting en deze is alleen voor servicedoeleinden geschikt. De UTP-aansluiting, de LAN-aansluiting, daar gaat de kabel vanuit het modem naartoe om het signaal op de IP-ontvanger te krijgen. De HDMI-aansluiting, geschikt de kabel die naar uw flatscreen toe gaat om te kunnen genieten van prachtige beeld- en geluidskwaliteit. Daarnaast een optische digitale audio-uitgang voor mensen die een Dolby-versterker hebben, die kunnen een aansluiting maken om het geluid naar uw versterker toe te sturen. Daarnaast een analoge uitgang voor als u nog een oude versterker heeft en het geluid van IPTV over uw oude installatie wilt laten horen. Iedereen in Bokkel kan hem gratis aanvragen, de interactieve ontvanger. En zo krijg je hem binnen, in een doos. Nou, als we die doos openmaken, dan kunnen we daar de ontvanger in verwachten, de kleine IP-ontvanger. Daar hebben we de stroomkabel. Die stroomkabel die prikken we, zoals we hebben laten zien, achterin het apparaat. Bij de ontvanger wordt UTP-kabel bijgeleverd, 15 meter. Mocht dat te kort zijn, kunt u zelf voor langere kabel zorgen. De HDMI-kabel, de digitale kabel om naar onze flatscreen te gaan, gaat in het apparaat en de andere zijde gaat in de tv. En desgewenst kunnen we dan ook nog de digitale audio-aansluiting aansluiten, mits u daar een geschikte versterker voor heeft. Belangrijk met het aansluiten, begin als eerste met de netwerkkabel. Dan gaan we naar de stroomkabel toe, dan de HDMI-kabel en dan eventueel de audio-aansluiting. Uiteraard zit er ook een handleiding bij waar u alles nog een keer kunt nalezen. Goed, we hebben de ontvanger aangesloten. Door op een willekeurige knop op de afstandsbediening te drukken, gaat de ontvanger opstarten. Nou, dit kan even duren. U ziet al, de M7-groep komt in beeld. Dat is een goed teken. Dat betekent dat de IP-ontvanger in ieder geval aan het werk gaat. Dan kan er gevraagd worden bij de allereerste keer om een software-update. Druk gewoon op volgende en die software-update wordt automatisch gevolgd. Daarna start de IP-ontvanger automatisch op en staan alle kanalen automatisch ingesteld. Hoeft u niets voor te doen. Kan een paar seconden duren. Binnen een paar seconden, ongeveer 15 seconden, gaat het beeld automatisch starten en gaat de ontvanger beginnen met de uitzendingen. Komt die aan? Nou, 10, 15 seconden ongeveer. Startscherm. Na het startscherm krijgen we de allereerste zender in beeld te zien, Nederland 1. En nu kan de pret beginnen. Dit is de app, beschikbaar voor Apple en Android, te vinden in de Play Store en in de App Store. Opent zeer snel. Wat we te zien krijgen is een scherm met daarop onze programma's. En we hebben een afstandsbediening die eigenlijk direct reageert op de interactieve box. Dus we kunnen daarmee gaan zappen. Opnemen, al die functies kunnen we ook starten vanaf tablet of telefoon. Mocht dan uiteindelijk het beeld toch zwart blijven en het is u niet gelukt om die aansluiting te realiseren, dan kunt u altijd gebruik maken van de monteurs die dat uiteraard tegen betaling bij u allemaal in orde komen maken. Is het wel gelukt? Wens ik u heel veel kijkplezier met uw interactieve ontvanger. Tot ziens!